Lekker deze. Ja, zeker. De manier waarop in de laatste seconde, ja, is heerlijk. Verdiend? Dat is een andere vraag. Nee, ik denk niet dat het verdiend is. Ik denk dat Feyenoord ook in de eerste helft genoeg kansen heeft gecreëerd om een goal te maken. Gelukkig gaan we met 1-0 de rust in. Je gaat iets te snel nu. Gelukkig gaan we door een prachtige vrije trap van mij met 1-0 de rust in. Ja, ik schiet de vrije trap goed binnen. Ik zeg niet dat de vrije trap gelukkig was, maar gewoon de tussenstand. Maar het was een goede vrije trap van mij, waardoor we op voorsprong komen. Maar eigenlijk in de tweede helft, voor de 2-0, had ik niet het gevoel dat Feyenoord grote kansen creëerde. Dus eigenlijk toen wij de 2-0 maakten, dacht ik wel dat we dit rustig konden uitspelen. En misschien wel verder konden uitbreiden. Maar op het moment dat zij met Berghuis... is goed, man. Ze zijn met Berghuis de wissel plegen en gelijk daarna scoren. Ja, dat geeft hun natuurlijk energie. En je merkt ook dat zij daarna gewoon gelijk veel beter gaan voetballen ook. We hadden het een beetje moeilijk in die fase. Komen we dan op 2-2 en dan hoop, denk je eigenlijk van... dat we dat punt binnen moeten halen. En des te lekkerder is het om in de laatste seconde van de wedstrijd die 3-2 binnen te schieten. Ja, nog even terug naar de 2-2. Ik zit natuurlijk op de tribune, jij staat op het veld. Ik had het idee dat Vilena op jouw voet ging staan. Vervolgens scoort Feyenoord uit het vervolg daarvan 2-2. Waarom fluit de scheidsrechter niet? Heb je het hem gevraagd? Dat weet ik niet. Er werd wel gevraagd of er werd gekeken naar de beelden. Want ja, hij ging ook op mijn voet staan. En ik zie dat de bal naar binnen wordt gespeeld en ik wil er eigenlijk voorkomen. Hij staat op mijn voet, waardoor ik er niet bij kan. Ik weet niet of hij de beelden heeft gezien of wat is verteld, maar hij keurt hem goed. En op dat moment heb je dat te accepteren en dan moet je daarmee mee verder gaan. En we hebben sowieso dit seizoen niet zo veel geluk met de VAR, maar des te mooier is het dat wij hem in de laatste seconde de 3-2 binnenmaken. Ja, dan vergeet je zo'n moment al vrij snel. Zodat we niet na de wedstrijd staan te praten over het scheidsrechter, maar gewoon over het feit dat jullie... eindelijk sinds 9 december weer een keer thuis hebben gewonnen. Ja, dat is gewoon heel erg belangrijk. Vooral het beetje raar, want we waren meestal thuis sterk en uit wat minder. Maar het is de afgelopen week een beetje omgedraaid. Met NAC uit, waar je dik wint. Bij Heracles, waar je dik wint. Dus ja, het is een beetje de omgekeerde wereld. Maar des te mooier het is dat we vandaag de 3-2 binnen hebben gehad. Het was natuurlijk vooraf al een hele beladen wedstrijd. Hoe beleef je dat als speler? Hoe kwam je het veld op? Ik bedoel, geen Eye of the Tiger, stilte, Amazing Grace. Hoe kom je zo op zo'n moment het veld op? Sta jij ook daar wel met kippenvel of een rilling op je rug? Ja, zeker. Ik denk gewoon... het was gewoon een chaotische dag op het moment dat het gebeurde allemaal. En wij waren op het trainingsveld en... we kwamen net binnen van training en het was een beetje chaos in de stad. En des te mooier denk ik ook het gebaar wat wij als, niet alleen als club, maar gewoon als Utrecht zijnde voor de stad. Wat die mensen daarvoor op de been hebben gebracht. En het is gewoon een steunbetuig ook naar de mensen die dag. Natuurlijk naar de familieleden, naar de mensen die zijn getroffen door het aanslag. Maar ook natuurlijk de politie. Alle mensen die ervoor hebben gezorgd om de rust in de stad terug te keren. Het was gewoon erg chaotisch. En ik denk dat er geen mooier gebaar was dan dat wij dan wat er vandaag is gebeurd voor de wedstrijd. En ook nog halverwege de eerste helft. Ik denk dat dit alleen maar laat zien hoe sterk deze stad... met alle mensen, eigenlijk hoe dicht we met z'n allen bij elkaar staan. Ja, je refereert al naar dat moment in de 18e minuut. Gusebujuk, er worden 3 ballen in het veld gegooid. Gusebujuk zegt, nou weet je wat, we stoppen gewoon en we gaan zelf ook klappen. Het leek mij ongepland, dat moment. Ja, zeker. Ook omdat ik geloof vanuit de KNVB niet een minuut stilte werd gehouden, geloof ik. Ik geloof dat ze hier als Utrecht zijn er wel wat daarvoor wilden doen. Natuurlijk, de stad is getroffen door het gebeuren en daar moeten we wel wat aan doen. Ik denk
de manier hoe we het veld opkwamen. Dat was heel mooi. Als je ziet de beleving, alle sjaaltjes, hoe iedereen hiermee omgaat. Nog de minuut stilte daarna. Ik denk dat wij vandaag hebben laten zien wat voor eenheid de stad Utrecht is. En ondanks de trieste gebeurtenissen natuurlijk een mooie afloop met die overwinning op Feyenoord. Een goed begin van de week van de waarheid. Ja, zeker. Met de midweekse wedstrijd woensdag. Mooi begin. We zijn al op de goede weg. Een aantal goede overwinningen binnengehaald de laatste weken. En we zijn nu 4 puntjes op Feyenoord en 7 op AZ. En we moeten even kijken. Wij moeten gewoon onze wedstrijden blijven winnen. En dat je vandaag wint, maakt die wedstrijd van woensdag weer belangrijk. En zo is dat eigenlijk bij ons iedere wedstrijd. Omdat je die achterstand moet kijken of je die kan verkleinen. En wij gaan in ieder geval met een goed gevoel naar VVV. En hopen dat we ook woensdag weer de punten kunnen binnenhalen. Jullie zitten in de flow, zoals dat heet. Ja, we zitten in de flow. En we hopen dat we die zo lang mogelijk kunnen vasthouden.